Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerrijtje. Ik ben officieel spreker voor Skyworld Community voor Nederland. Daarnaast ben ik lid van het communicatieteam voor Nederland. Wij zijn verantwoordelijk voor alle communicatie vanuit Skyworld Community, dan wel Unitsky String Technologies of USKY Transport, om die zo goed en kwaad mogelijk met jullie te delen. Ik ben ook professioneel gebruiker van de applicatie Alpha Hunter en daar kom ik later in deze presentatie even kort op terug. We hebben op dit moment te maken met een milieu dat verandert, een klimaat dat verandert. En dat roept natuurlijk ook vele vragen op. En er zijn veel bedrijven die doen een uitvinding en sommige uitvindingen zijn goed. Sommige uitvindingen zijn wat minder goed, maar goed, smaken verschillen. En we kunnen niet allemaal het eens zijn met elkaar en dat is aan de ene kant alleen maar goed. En aan de andere kant, het zorgt vaak voor tegenwerking. Een van de personen die de verandering van het klimaat ook heeft gezien is Anatoly Yunitskiy. En Anatoly Yunitskiy is de uitvinder of geestelijk vader, zo je wil, van Yunitskiy String Technologies. En wat heeft hij bedacht? Hij heeft eigenlijk een concept bedacht wat in één keer vier aspecten van alle vragen die we nu hebben zou kunnen beantwoorden. En dat is een vraag op het gebied van windenergie. Dat is een vraag op een schoner transport, een schonere schonere grond en in de vorm van anders gaan leven. En dit alles heeft hij in een totaalconcept gezet wat wij veelal van ons nu kennen in de vorm van Yunitskiy String Technologies. Dus eigenlijk is het een soort ronde taart waarin je eigenlijk alle antwoorden al ziet voor alle uitstaande vragen. Nou, Anatoly Yunitskiy is sinds 1978 begonnen om zijn idee te visualiseren, vorm te geven, te assembleren en op dit moment te certificeren en te testen. We staan op de vooravond van de commercialisatie van Yunitskiy String Technologies. Dat wil zeggen dat we langzamerhand ook de commerciële markt gaan betreden. Maar alvorens het zover is, zullen we toch nog een hele hoop kleine tussenstations moeten doorlopen. Hij heeft in de afgelopen jaren een hele hoop samenwerkingen weten te vergaren, waaronder samenwerkingen met de Verenigde Naties. Hij heeft een aantal boeken geschreven, heeft daar ook een aantal prijzen voor gekregen. Dus eigenlijk zie je dat Anatoly Yunitskiy een zeer gerespecteerd dan wel bekend persoon is. En hoe oostelijker je gaat op deze wereld, hoe bekender Anatoly Yunitskiy zal zijn. En dit is Anatoly Yunitskiy met een van de vele patenten die hij heeft weten te vergaren. En nu zul je je afvragen, waar zijn die patenten dan voor nodig? Die patenten zijn nodig om het werk wat hij doet of om de uitvinding die hij heeft gedaan, om dat te beschermen, zodat uiteindelijk de concurrentie daar niet mee vandoor kan gaan. Stel dat hij het niet zou doen, dan zou de concurrentie vrij spel hebben. En dan zouden ze dus met zijn idee aan de haal kunnen gaan. En dat zou voor ons desastreuze gevolgen kunnen hebben. Dan rijst natuurlijk ook altijd de vraag van, wat maakt nou dat Yunitskiy String Technologies nog niet in Europa actief is? En als het in Europa actief is, het is toch een bedrijf wat is gevestigd in Wit-Rusland. En hoe zit het dan ten aanzien van de sancties? Nou, dat zijn allemaal hele reële vragen. Daar is natuurlijk ook gewoon een clausubel antwoord op. En een van de antwoorden is dat de Europese Unie wel degelijk op de hoogte is van het bestaan van Yunitskiy String Technologies. Ze weten dus van het bestaan af. Alleen Yunitskiy String Technologies is een nieuwkomer op de Europese markt. Dus die zullen achteraan in de rij moeten aansluiten. Als we dan gaan kijken naar de vraag die nu rijst, de politieke vraag. En ik wil hem niet te veel inmengen in de politieke situatie, omdat ik daar gewoon simpelweg gezegd niet voor ben afgestudeerd. Maar dan is het wel gewoon reëel om met jullie te delen dat eigenlijk alle communicatie loopt nu via USKY Transport en wordt nu vanuit de Emiraten aangestuurd. Nou, Yunitskiy String Technologies heeft ook eerder dit jaar een beschikking gekregen dat ze zijn toegetreden tot de internationale lijst voor bona fide bedrijven. Dus dat wil zeggen dat deze start-up alles goed op orde heeft en dat welke instantie wereldwijd dan ook met een gerust hart zaken kan doen met Yunitskiy String Technologies. Daarnaast heeft Yunitskiy String Technologies ook al in de ontwikkelingsfase een verandering gekregen van een normaal bedrijf tot een wetenschappelijk bedrijf, omdat ze op wetenschappelijk niveau uitvindingen doen en dat ze op wetenschappelijk niveau iets aan het creëren zijn wat ze meer gaan nog niet kent. En wat is Yunitskiy String Technologies dan? Nou, als we dan kijken naar deze sheet, dan zien jullie op de foto hoe dat eruit ziet. We zien verticale pilaren en horizontale dwarsliggen, om het even simpel te maken. En daarover rijdt een module van A naar B. Nou, het grote voordeel is, wat je direct ziet, is dat er meer ruimte overblijft voor de natuur en de mens. Dus eigenlijk al met al zie je hier al een van de meest belangrijke aspecten die Yunitskiy String Technologies nu met zich meedraagt en zou kunnen bieden aan de aarde.
Wat zou je Niski String Technologies kunnen bereiken? Ze kunnen bereiken dat er een beter leefklimaat komt voor mensen en natuur. Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te implementeren. En zo kan ik de lijst met positieve voordelen alleen maar langer maken. Zijn er ook negatieve voordelen? Mijn inziens niet, omdat zoals reeds genoemd, dit een concept is wat eigenlijk alle vragen die we op dit moment hebben over de hele wereld kan beantwoorden. Nou, en dan kijken we hier naar een sheet van transportsystemen die we al kennen. En toen ik begon met het enthousiast vertellen over Unitsky String Technologies, zeiden veel mensen van ja, maar dat ken ik wel. Dat is een zweefbaan, die is in Duitsland, in de Duitse stad Wuppertal. Dat is helemaal niks nieuws, niks baanbrekends nieuws, dus het zal mijn tijd wel duren. Nou, dat zijn een van de vele reacties die ik heb gekregen. Nou goed, het klopt ook wel. Als we nu gaan kijken, zien we inderdaad een transportsysteem op de linkerfoto dat zich bevindt op het tweede niveau. Maar dit transportsysteem is totaal niet innovatief. Er is nog steeds een machinist aanwezig die de module van A naar B laat rijden, zodat passagiers kunnen in- en uitstappen. Als we dan naar de rechterfoto kijken, dan zien we dat het een foto is die is genomen in een stad die waarschijnlijk letterlijk dicht is geslipt. En dus op een aantal steden wereldwijd is dat het gewoon letterlijk en figuurlijk het geval. Steden zijn dichtgeslipt, de infrastructuur is verouderd en is niet gecalculeerd op de groei van bepaalde steden zoals New Delhi, Jakarta, New York en misschien ook wel zelfs een paar Europese steden. We kennen het ook van onszelf, mensen die veel reizen in spits staan ook veelal vast. Dus je ziet hier eigenlijk een aantal aspecten waarbij het ene aspect een goed idee is. In beginsel, bij het tweede aspect, de rechterfoto, dat het gewoon zorgt voor milieuvervuiling, want die uitlaatgassen kunnen geen kant op. Daarnaast wordt Unitsky String Technologies ook veelal in vergelijking gebracht met een kabelbaansysteem. Nou, dat is pertinent in ieder geval. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem door twee motorwielen die zich boven en beneden aan een heuvel bevinden. Denk hierbij aan een skilift. En op die manier zorgen ze ervoor dat de gondels van A naar B kunnen reizen. We hebben ook zo'n soort systeem in San Francisco, waarbij een trammetje van boven naar beneden gaat. Als we dan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Unitsky, dan zien we ook dat het in beginsel wel iets weg heeft van een kabelbaan. Maar als we dan dieper in gaan zoomen, en ik zal niet al te diep inzoomen in de technologie, maar als we dieper gaan inzoomen in de technologie, dan beschikt Unitsky String Technologies over een eigen motorsysteem met hulpmotorwielen, met eigen accu's, artificial intelligence, zodat er dus geen machinist aan boord hoeft te zijn, maar dat alles vanaf een control room op afstand aangestuurd kan worden en gedetecteerd zou kunnen worden als er een ramp zou plaatsvinden. Dit geldt zowel voor passagiers als voor goederenvervoer. En dit is een 2D-oppervlak van onze aarde. Zo ziet dat eruit. Eigenlijk een platte pannenkoek vanaf de zijkant. Hij is natuurlijk niet plat. We zien gewoon heuvels en dalen. Dat is ook hoe wij het kennen. Op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, zullen wij de hele boel moeten egaliseren. Dat zien we op het tweede plaatje. En we zien dan ook dat de dieren die in een bepaald leefgebied leven, letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen. Als we dan kijken naar deze sheet, dan zien we dat er een fundering op wordt gelegd. Dat is het bovenste plaatje. En die fundering neemt ook vaak iets meer plek in beslag dan noodzakelijk is. Uiteindelijk maken we het geheel af en komt er een doorsnede van een spoorconstruct op te liggen. En dan krijg je een soort drietrapsraket, waarbij er heel veel ruimte is gebruikt om de grond te egaliseren. Nog steeds veel ruimte wordt gebruikt om een fundering te plaatsen, zodat er uiteindelijk een spoorconstruct op kan liggen. Dus je ziet hoeveel ruimte er nodig is om een klein stukje te bouwen. Als we nu kijken naar het transportsysteem van Unitsky String Technologies, wat zij kunnen bieden, dan zien we dat de pilaren verticaal zijn geplaatst. En het grote voordeel is dat ons aardoppervlak nog steeds intact blijft. Dus dat de heuvels en dalen nog steeds zichtbaar zijn. Excuus. En tussen die verticale pilaren, en ik zal ze vanaf heden intermediate ports gaan noemen, zien we dat er een kabel wordt gespannen. En die kabel is de stringrail. Die kan op verschillende spanwijdten van elkaar worden gespannen. Dus naargelang de klant een wens heeft, kan Unitsky String Technologies dat, zolang het realistisch gezien is, beantwoorden. Dus zo zie je dat onze aardoppervlakte voor 95% dan wel tot 99% gewoon intact zou kunnen blijven. En dat het geen aantasting is van de natuur en dat bepaalde dieren gewoon door kunnen blijven leven in een bepaald leefgebied. Zodra de stringrail tussen de intermediate supports op spanning is gezet, worden de uiteindes uit de grond gehaald en die worden bevestigd aan een zogeheten anchor support. En daar kom ik zo meteen even op terug wat dat is.
De modules kunnen ook op verschillende intervallen achter elkaar rijden. En daar binnen die intervallen zijn ze ook in staat om met elkaar te kunnen communiceren. Nou, we zien hier ook een blauwe versheet in een blauwe kadertje. Of tenminste moet ik eigenlijk foto zeggen. Excuus voor de verspreking. In het blauwe kadertje zien we het anti-derailment systeem. En dat is het ontsporingssysteem. Dat is het systeem wat zich bevindt onder de witte kappen van alle modules. Ik hou het ook weer even simpel, zodat je het gewoon kunt volgen. Aan de rechterkant zien we een doorsnede van de stringrail, hoe dat er van binnen uitziet. En dit is een stijve spoorconstruct, waarbij de modules aan de ene op kunnen rijden, maar ook aan kunnen hangen. De hele boel wordt bij elkaar gehouden door de behuizing. Het bovenste gedeelte, daar geeft Unitsky String Technologies een garantie op af van 100 jaar. Dat is het contactpunt waarbij de wielen dus contact maken met de stringrail. En in de stringrail zien we 6 getwiste snaren, om het ook weer simpel en volgbaar te houden. En dat alles wordt bij elkaar gehouden door opvulmateriaal. Dat zorgt ook voor de stevigheid, dus al met al zie je hier een zeer vernuftig iets. Zoals reeds gezegd, kunnen de modules ook op een interval van, van plusminus 2 tot net de gewenste intervalseconden achter elkaar rijden. Mocht er een probleem zijn, zijn ze in staat om dat te detecteren. En zo kun je eigenlijk de lijst met alle voordelen langer maken. Ik sprak net over een NQ-support een aantal sheets terug. En dit is een NQ-support. Dat is eigenlijk een station. Maar omdat er een soort omdat het wordt verankerd, noemen ze het in de Engelse term een NQ-support. Maar dit is dus een station waarbij passagiers zouden kunnen uitstappen. En dan hun reis zouden kunnen vervolgen met een ander vervoersmiddel. Als we dan kijken hoe dat in de omgeving wegvalt, dan zien we ook dat het gebouw zo is ontworpen dat het nagenoeg geen ruimte, extra ruimte in beslag zou hoeven nemen. Omdat alle passeringen vinden plaats op het tweede niveau. En daar hoeven wij mensen simpelweg gezegd niet te komen. Daar kunnen we ook niet komen. Of er moet een station zijn, dan kunnen we er wel komen. In feite hindert het niet. De drone is ook nog steeds in de ontwikkeling en op dit moment is de ontwikkeling zo dat ze in de Emiraten ook druk bezig zijn om het te promoten. De bedoeling is dat de drone 1,5 ton gaat kunnen tillen op het moment dat het geval is. Zal die ook direct worden ingezet om commerciële projecten te bevoorraden op moeilijk bereikbare gebieden. We hebben 3 soorten spoorconstructen. We hebben een spoorconstruct dat flexibel is. Het woord flexibel zegt het al, dat is het onderste plaatje. Je ziet dat het een beetje gebogen is. Dan hebben we een stijve spoorconstruct waarbij de modules zowel boven als onderlangs gelijktijdig kunnen rijden. En we hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. Dus eigenlijk zie je dat Unitsky String Technologies voor elke vraag een oplossing kan bieden. Dus welke vraag de klant ook heeft of wat het product zou moeten zijn, daar is een oplossing voor. Door middel van staal op staal wrijving komt er ook energie vrij. En die energie die wordt opgevangen in een van de accu's die de modules met zich meedragen. Ook deze accu's zijn natuurlijk zo ontworpen dat ze niet al te veel impact veroorzaken op onze wereldsituatie en ook in de natuur. Dus het is wel zo dat ook straks als accu's klaar zijn, dat ze dat ook weer tot een nulpunt kunnen recyclen of weer kunnen hergebruiken om andere modules te voorzien van gereviseerde dan wel nieuwe accu's. De aerodynamica is ook een zeer belangrijk aspect van Unitsky String Technologies. Je kunt niet een vierkant blok ontwerpen, de hoeken een beetje afschaven en er dan vanuit gaan dat het aerodynamisch zo is dat het ook hartstikke goed te werk kan gaan. Als we nu kijken naar het blauwe kadertje rechts onder op jullie sheet, dan zien we dat daar de U-flash op afgebeeld staat. Dat is de hoge snelheidslijn module. En die is zo ontworpen dat er zowel voor als achterlangs geen windcirculatie ontstaat. Als we nu kijken naar het kadertje aan jullie linkerkant op de sheet, ook weer in het blauw, zien we een auto en aan de voorkant zien we dat de wind er enigszins geleidelijk onder en boven langs gaat. En aan de achterkant ontstaat er een soort van vuile luchtcirculatie. Dat is dus een luchtstroom die niet bevorderlijk is voor modules of auto's die er achteraan rijden. En dit is de U-flash. De U-flash is in 2018 gepresenteerd aan het grote publiek op de InnoTrans in Berlijn. Sindsdien is hij bezig met de certificeringsfase. En ik kan bijvoorbeeld mensen wel eens horen zeggen van dat duurt heel lang. Nou, dat heeft alles mee te maken dat op dit moment er is geen baan die compatible is voor deze certificering.
En die baan die moet namelijk plus minus 25 kilometer lang zijn. 10 kilometer is nodig om van 0 tot 500 kilometer per uur te accelereren. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid te blijven. En 5 kilometer is nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. 500 kilometer per uur lijkt misschien niet hard, maar dat is voor ons mensen is dat heel hard. Wij kunnen de beelden die dan zouden vrijkomen, als we met zo'n module zouden reizen, kunnen wij ook niet goed verwerken. Dus met al dit soort kleine aspecten moet Unitsky String Technologies rekening houden. Dus nogmaals, je kunt een idee ontwerpen. Dat wil ook niet zijn dat het in de praktijk zo is zoals je het hebt ontworpen. Wel de beginselen, maar je zult altijd met kleine situaties te maken krijgen die net iets anders zijn dan gedacht. Het is wel zo dat ze op dit moment in de Emiraten en in Wit-Rusland aan het kijken zijn voor een testbaan te bouwen. Het is nog even de vraag waar die testbaan het eerst wordt gebouwd. Mocht de testbaan klaar zijn, dan zal ook de module door de certificering heen kunnen gaan. En dit is de volledige rolling stock van Unitsky String Technologies. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, behoudens de U-Flash. Zoals reeds aangegeven, die heeft een topsnelheid van 500 km per uur. De bovenste is de UniWind. En de UniWind is een lichtgewicht module, biedt plaats aan twee personen. Dan krijgen we de UniBike. Deze is het eerste en geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies, medio 2016. Biedt plaats aan twee personen. Mooi op detail is dat de cursief gedrukte letter U, zoals wij die nu kennen van het logo van Unitsky String Technologies, dus af is geleid van de UniBike. Dan krijgen we de Unicar U4 430 T1 en T3. Eigenlijk zijn deze compleet identiek. Behoudens dat in de driedubbele versie er plek is voor 18 personen en in de enkele versie plaats is voor 6 personen. Dan krijgen we de Unibus U4 210. Die is ook in verschillende configuratie uitvoeringen beschikbaar. En dan zien we ook dat in de enkele versie de plek is voor plus minus 14 personen. En zo breidt zich dat uit. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4 220 T2. Enkele versie plek voor 25 personen. De dubbele versie plek voor 48 personen. En in de driedubbele versie plek voor 64 personen. En dit is de vijfde generatie modules van Unitsky String Technologies. Aan de linkerkant zien we de Unilight. Dat is ook een lichtgewicht module. Zal worden ingezet voor het eerste commerciële traject langs het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dat is een baan van 1125 meter. Dit is ook aangegeven door Anatoly Unitsky op het online Ecofest van 2020. En aan de rechterkant zien we de U-Carat. En dat is het nieuwste model van Unitsky String Technologies. En deze staat eigenlijk op het punt om vervoerd te worden van Wit-Rusland naar de Emiraten. Zodat hij in de Emiraten zijn certificeringstesten kan gaan aanvaarden. En uiteindelijk ook weer gecertificeerd kan worden. En ook zou kunnen ingezet kunnen worden voor commerciële doeleinden. Ook op het vrachtvervoer is Unitsky String Technologies niet stilgebleven. Op dit moment zijn ze bezig om de Unicont te ontwikkelen. En de Unicont is een containertransportmodule die zowel 20 als 40 voet containers zou kunnen verplaatsen van A naar B. Ook volledig automatisch. We hebben de Unitruck. En de Unitruck is een module dat zou kunnen worden ingezet om bulkgoederen te verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan zout, suiker, in losse vorm, zand. Net waar de klant de wens toe heeft. Deze module wordt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland al wel getest. En is ook gewoon gecertificeerd. Dus kan worden ingezet voor commerciële doeleinden. En hetzelfde geldt voor de Unitrans. En dat is een grote lopende band. Die zou kunnen worden ingezet voor moeilijk bereikbare gebieden. Denk bijvoorbeeld aan mijnen waar steenkolen worden gewonnen of ijzererts. En op die manier eenvoudig getransporteerd zouden kunnen worden. Van een mijn naar een overslaggebied, dan wel een havengebied. Al die ontwikkelingen moeten natuurlijk wel door mensen gedaan worden die dat ook kunnen. Je kunt een idee hebben, maar je hebt uiteindelijk wel elkaar nodig om dat idee te realiseren. Dit alles wordt gedaan door een enthousiast team van plus minus 1000 mensen die het idee van Anatoly Unitsky uitwerken, in elkaar zetten digitaal. En als het eenmaal digitaal is ontworpen en alles is goed bevonden, dan gaat het naar de fabriek. En in de fabriek zijn de mensen dag en nacht bezig om die ideeën van het kantoor te assembleren, zodat het uiteindelijk een daadwerkelijke module kan worden.
Nou, op deze foto zien we dan hoe de module eruit ziet. Dat is een unicar die aan een flexibel stringrail hangt op het Eco Technopark. Maar het mooie van de ontwikkeling en de assemblage is dat er wordt iets ontworpen, maar tijdens het ontwikkelingsproces zijn ze in staat om ook nieuwe aspecten te ontwerpen. En op die manier de module nog efficiënter te laten zijn dan dat die eigenlijk had kunnen zijn. Dus ja, het klinkt een beetje als algebra, maar er wordt zo hard gewerkt dat de ene ontwikkeling de andere ontwikkeling inhaalt. En dat is allemaal ten faveur van de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Als het eenmaal zo is, dan moet het natuurlijk ook worden getest. En dat teststukje wordt gedaan op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En dat is een voormalig militair tankterrein dat Unitsky String Technologies, of Anatoly Unitsky moet ik zeggen, heeft omgetoverd tot een florerend ecologisch testpark. Hier gebeurt zoveel. Niet alleen de stringrail wordt hier getest en de modules, maar hier wordt ook ecologisch geteeld, akkerbouw op ecologische wijze met de grondverbeteraar die Anatoly Unitsky heeft ontworpen. Dat is in de vorm van Euterra, dat is een humus. Kun je ook heel veel informatie terugvinden op internet. Daarnaast is er een groot vakantiepark, ecologisch verrezen aan de rand van het Ecotechnopark, waarbij toeristen kennis kunnen maken met de levensvisie van Anatoly Unitsky. Maar zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, is het een totaalconcept. En de stringrail is eigenlijk een klein aspect van dat totaalconcept. En dat kun je enkel aan mensen laten zien, zodat ook mensen het kunnen ervaren. Dus je kunt een idee hebben, maar als je dat 3D houdt, dan blijft dat idee een idee. Mensen krijgen daar geen feeling mee, geen binding mee en kunnen dus ook nooit een goed besluit nemen. Wat Unitsky dus nu heeft gedaan, is eigenlijk een grote showroom gecreëerd in de open lucht. En hier is alles op te vinden, ecohuizen en alle modules die hier getest worden. Er wordt getest in verschillende weersomstandigheden. En dit is een test die is gedaan in de regen om een moezonregen te simuleren zoals we die kennen in Azië. Daar hebben ze te maken met hele heftige regenbuien. Nou, de module is goed bevonden. Het passagierscompartiment is droog gebleven. Ook het elektronische compartiment is droog gebleven. Dus deze module zou kunnen in worden gezet voor commerciële projecten in Azië. Nou, we hebben ook te maken met winterse omstandigheden. We hebben hier te maken met kwakkelzomers, kwakkelwinters. Maar in Azië, het noordelijke deel van Azië, Rusland, Oekraïne, noem de landen maar op, hebben ze te maken met hele strenge winters. En daar zijn ze ook aan het kijken, kunnen wij bouwen, kunnen wij dan aanpassingen aanbrengen aan onze stringrail? Nou, dat is inmiddels ook gewoon gaande. Zij zijn in staat om dat ook allemaal aan te passen. Inmiddels is de Unibus U4220T2... teruggezonden naar het Ecotechnopark in Marina Gorka. Deze is naar de fabriek gegaan en ze hebben daar kleine aspecten aangebracht om te moderniseren. Denk hierbij aan een betere luchtcirculatie in de module zelf. Kleine veranderingen in de ophanging. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken met wat er is gebeurd. Heel veel aspecten die de ontwikkeling van dit model ten goede zijn gekomen. Daarnaast is er ook een nieuwe testlijn in aanbouw op het Ecotechnopark. Omdat straks er ook andere modules getest gaan worden die zwaarder zijn. En die willen ze ook op verschillende banen kunnen testen. Dus dit is een van de nieuwste banen waarbij je de contouren al kunt zien staan. De stringrail is nog niet gespannen. Maar deze baan is dus nu in aanbouw op het testpark in Wit-Rusland. En dit is een foto die is genomen op het Ecofest van 2019. En we zien hier de twee modules, de U-Flash en de Unibus U4220T2, gelijktijdig aan de stringrail hangen. En deze kunnen dus ook afzonderlijk van elkaar rijden, zonder dat ze elkaar in de weg zitten of dat ze op elkaar moeten wachten. Daarnaast wordt er ook getest op verschillende situaties. En een van die situaties is dat ze hebben getest op spits situaties. Hoe functioneert het model tijdens de spits? Wat zijn de voor's en na's? En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk simuleren? Excuus, een kriebelhoest. Het geluid is ook een heel belangrijk aspect. ik hoop dat hij even weg is. Alle modules produceren een decibel van 85 dB als ze op volle snelheid zitten. Dus eigenlijk niet te realiseren hoe weinig dat is. Als zo'n module op 150 km per uur voorbij komt rijden, dan heb je het geluid pas gedetecteerd als het voorbij is. En daarnaast is ook de stringrail zelf compleet geïsoleerd. Dus het geluid kan maar één kant op. En dat is niet de kant waarbij dieren kunnen schrikken, maar dat is de kant waar het geluid naartoe gaat.
Dat is heel apart om dat te merken, maar het geeft ook gewoon heel goed aan waar ze toe in staat zijn en wat ze tot nu toe hebben weten te ontwikkelen. Daarnaast heeft Uniski String Technologies tal van samenwerkingen. En een van de meer bekendere samenwerkingen is met het Belgische bedrijf Bekaert. Ze hebben staalhaspels geleverd, zowel voor Wit-Rusland als in de Emiraten. Daarnaast hebben ze ook samenwerken met het Chinese bedrijf Lenovo. Wij kennen dat hier voornamelijk van laptops. Maar ze hebben datakasten geleverd aan Uniski String Technologies, zodat ze op die manier ook efficiënter hun informatie kunnen verwerken en de data kunnen vergaren. Dan gaan we nu van Europa naar de Emiraten. En daar is eigenlijk heel veel roering op dit moment in de positieve zin te melden. Er gebeurt ontiegelijk veel. Het testpark in de Emiraten wordt afgerond. En dat testpark maakt onderdeel uit van het Sharia Research Technology and Innovation Park. Helemaal vol. En wat is dat Sharia Research Technology and Innovation Park? Dat is eigenlijk een soort grote verbindingshub. Je moet het zo zien, zij hebben alle contacten en Uniski String Technologies heeft een product. En wat zij doen is eigenlijk de contacten in contact brengen met het product. Dus wereldleiders komen voorbij, belangrijke, invloedrijke personen komen op die manier kijken wat er op Uniski String Technologies gebeurt in wat wij kennen in de Emiraten, voornamelijk onder de naam van U Sky Transport. Nou, op de foto zien we ongeveer hoe het eruit gaat zien. En aan de rechterkant zien we twee foto's boven onder elkaar. En dat zijn foto's van de realiteit. De lijn van 400 meter is gecertificeerd, is af. Het houten ecohuis is ook compleet af. Dus mensen kunnen hier een experience krijgen, een ervaring krijgen hoe het is om te reizen met Uniski String Technologies. En deze foto is genomen in 2019 toen de Unica U4431 01, tropische versie. Zijn eerste testmeters heeft gemaakt over de baan. Dit is onder toeziend oog gebeurd van de Sheikh van Sharjah. Hij is ook persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van Uniski String Technologies. Daarnaast is U Sky Transport of Uniski String Technologies is eigenlijk een van de belangrijkste startups. Het klinkt misschien heel gek, maar startups die het Sharjah Research and Technologies and Innovation Park nu onder zijn hoede heeft. Er wordt getest op zowel passagiers als op goederenvervoer. Excuus nog een keer. Het containervervoer wordt al getest. Het is natuurlijk geen grote container, maar een kleine container. En het passagiersvervoer wordt getest. Het is compleet gecertificeerd, dus mensen kunnen met een gerust hart instappen en reizen van het opstapstation naar het servicestation. En wat nu als er een ramp is, dat de module niet meer van zijn plek afkomt? Dan is er altijd nog een plan B, C, D en E. En dit is eigenlijk een van de laatste plannen die je zou kunnen bedenken. Maar hij is aanwezig. Mensen kunnen via een kabelsysteem toch op een veilige manier de module verlaten. En op die manier toch op een goede manier op de grond komen. Maar ja, dit is eigenlijk pure noodsituatie. Als een module echt niet meer van zijn plek afkomt en ook niet meer geholpen kan worden op afstand. Of dan wel door een andere module. Ook in de Emiraten heeft Uniski String Technologies heel veel certificaten gekregen. En dit is een van de belangrijkste certificaten. Want dit certificaat geeft aan dat de String Technologies in de Emiraten veilig is. Dus dat passagiers ook in de Emiraten ermee kunnen reizen. Ook het management- en kwaliteitssysteem is getest en is goed bevonden en heeft een ISO-certificering gekregen. ISO is een internationaal erkende organisatie, dus een van de zwaarste organisaties die dit soort audits doet. Dus het krijg je niet heel simpel bij een pak geld en geef ons maar het certificaat. Nee, dit moet je verdienen. De vestiging in Wit-Rusland heeft hem ook al gehad, dus Uniski String Technologies is compleet ISO gecertificeerd. Daarnaast hebben ze ook in de Emiraten een certificaat gekregen dat aangeeft dat ze ook daar met wetenschappelijk niveau opereren en functioneren. Dus je ziet eigenlijk dat in de afgelopen periode dat dit bedrijf zich heeft ontwikkeld, dat het echt de goede kant op is gegaan. En misschien niet de kant dat mensen zeggen van ja, maar wij willen commerciële projecten zien. Die willen we natuurlijk allemaal zien. Maar om daar te komen heb je wel dit soort hele belangrijke aspecten nodig, want anders kom je er niet. Anatoly Uniski heeft een aantal maanden geleden zelf de inspectie gedaan voor het enkelsupport, wat inmiddels opgehangen is bij testlijn 4. Daar staan de spanwijdtes op 288 meter van elkaar en hij heeft alles gecontroleerd. Klopt het wat ik heb berekend en kan het geïmplementeerd worden? Nou, dat kan. Deze foto zijn we iets verder. Dan zien we dat de stringrail al hangt, dat ook het enkelsupport hangt en zijn op dit moment bezig om de stringrail van testlijn 4 af te ronden.
Nou, inmiddels zijn ze ook begonnen om testlijn 4 te certificeren. Dus ook al is die baan nog niet helemaal klaar, ze zijn wel begonnen om het te certificeren, zodat ze met een voorsprong certificeringsproces in kunnen gaan. Want een certificeringsproces heb je niet in handen. Dat moet gebeuren door een afhankelijke organisatie. En in dit geval is dat TUV, TUV, wat vanuit Dubai de certificering voor zijn rekening zal nemen. Nou, testlijn 2, die bogen die staan er al een aantal jaren. Maar inmiddels zijn ze ook bij testlijn 2 begonnen om het af te ronden. Dus we zien hier een containerdepot op de rechterfoto. Zo gaat het eruit zien. En op de linkerfoto kijken we van het dak van het containerdepot op de 2,5 kilometer lijn. En deze lijn eindigt ook weer bij het hoofdkantoor van het Sharia Research Technology and Innovation Park. Dus deze lijnen krijgen een functie. Als ik het kort moet samenvatten, dan is dit transportsysteem, of eigenlijk dit concept, milieuvriendelijk, CO2-neutraal, zeer zeker innovatief. En het is eigenlijk, het voorziet eigenlijk een hele hoop vragen van een antwoord. Dus ik kan eigenlijk persoonlijk alleen maar aangeven, ja, dit is naar mijn bescheiden mening, in mijn optiek, een van de beste situaties die we zouden kunnen implementeren. Maar goed, wie ben ik? Ik ben ook maar ik. Wil je meer informatie weten? Dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Daar kun je heel veel informatie terugvinden. Dan gaan we naar de updates. Nou, alles is begonnen met een aanvraag van CNN een aantal jaar geleden. En die hebben gevraagd van, goh, mogen wij een verslag komen doen van de ontwikkelingen op het Used Car Certification Center in Sharjah. Nou, dat mocht. Sindsdien zijn eigenlijk wereldwijd alle mediabedrijven al naar de Emiraten afgereisd. En hebben daar ook verslag over gedaan. Nou, voor de mensen die wat langer participeren binnen Unisci String Technologies, weten hoe sceptisch dan wel negatief overheden zijn geweest. En nog heden ten dagen ook gewoon zijn. Maar sommige overheden volgen dit transportsysteem ook op de nauwe voet. En die komen gewoon terug op eerder gedane uitspraken. En die geven ook aan dat dit transportsysteem eigenlijk het beste systeem is wat we zouden kunnen implementeren in bestaande infrastructuur, dan wel in infrastructuur die we nog zouden moeten ontwikkelen. Dus al met al zie je hier ook weer positieve ontwikkelingen. Zelfs binnen de hoogste konterijen op deze aarde is Anatoly Unitsky bekend. En dat is ook weer dankzij de rol van Sharjah Research Technology Innovation Park is dat gerealiseerd. We zien Anatoly Unitsky hier met koning Letzi III. En koning Letzi III is zeer gecharmeerd van dit innovatieve transportsysteem. Heeft dit ook zelf ervaren. Het geval wilde dat het op dezelfde dag was als dat ik een bezoek bracht aan het testpark in Sharjah. Dus ik heb hem ook met eigen ogen gezien. Ik wist alleen op dat moment niet wie het was. Later zag ik dat dit een koning was. En die koning heeft ook aangegeven dat ze niks liever zouden willen dan een traject van het land Lesotho. Want daar is hij koning van. Naar de havenstad Durban, die grens aan de zee in Zuid-Afrika. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor Rwanda. En dat is ook eigenlijk gewoon een hele leuke opbouw om dat te volgen. Emmanuel Hategega is de ambassadeur van Rwanda in de Verenigde Arabische Emiraten. En die heeft oktober 2021 een bezoek gebracht aan het testpark in Sharjah. En die is zo enthousiast geworden dat hij uiteindelijk is teruggekomen. En die is teruggekomen met Claire Akamansi. En Claire Akamansi is de hoogst verantwoordelijke binnen Rwanda voor de ontwikkeling van Rwanda in de nabije toekomst. Dus zij is verantwoordelijk voor waar gaat Rwanda naartoe, wat gebeurt er in Rwanda en wat zouden we kunnen implementeren. Nou, wat zouden ze willen implementeren? En ze zijn dus serieus aan het kijken naar mogelijkheden voor Unitsky String Technologies te implementeren in Rwanda. En dit is een potentiële lijn die ze zouden willen hebben in Rwanda. Dat is een lijn van 20 kilometer van de internationale luchthaven naar een andere stad in het land. En we zien op de foto linksonder, heel klein fotootje, visualisatie. En aan de rechterkant zien we twee modules waarvan zij nu aan het overwegen zijn welke het beste zou kunnen zijn voor Rwanda. Nou, daarnaast zijn ook de ontwikkelingen in Indonesië hervat. Voor de mensen die ook langer participeren weten dat in Indonesië in het verleden ook al om de tafel heeft gezeten. Maar het is op dit moment serieus zo dat ze een memorandum of understanding hebben getekend voor een aantal projecten in Indonesië. Jakarta is een stad die zingt ook letterlijk. Ze zijn nu bezig om een nieuwe hoofdstad voor Indonesië te ontwikkelen. En daarbij zijn ze dus ook serieus aan het kijken voor Unitsky String Technologies te implementeren. Wat ze sowieso willen is een korte lijn binnen
bestaande infrastructuur van een station naar een shoppingmall, zodat mensen daar sneller kunnen komen. Dus ook in Indonesië zijn de gesprekken dusdanig zover dat ze dus bezig zijn met eigenlijk de voorbereidingen voor commerciële projecten. Nou, in Dubai zijn ze ook bezig om te kijken naar de commerciële projecten. Zoals Nadezhda Kosareva ook heeft aangegeven, is het traject van 15 kilometer slechts een van de vele projecten die ze in de Emiraten straks willen uitvoeren. En het is nu een kwestie van tijd tot dat ook gebeurt. Maar al deze informatie kun je ook terugvinden, want ik vind het daarnaast ontzettend belangrijk dat ik ook gewoon officiële informatie met jullie deel. Daarnaast zie je ook dat de autoriteiten in Dubai, zoals de RTA, dus zeer hard bezig zijn om Unisci String Technologies om daarmee verder te gaan. Dus we zien hier al een van de modules, in dit geval is het een model van de Unibike, hoe dat eruit gaat zien. Dit model hebben ze meegenomen naar de InnoTrans, die is in september is die geweest. En die hebben ze dus aan het grote publiek meer kunnen laten zien. En daarbij ook gewoon hun toekomstvisie kunnen laten zien. Want wat willen zij? Zij willen dat 25% meer bij 2030 compleet automatisch en zelfvoorzienend is. Dus binnen hun transportsysteem. Nou, dit is Hussein Al-Mahmoudi. Hij is de CEO van Achari Research Technology and Innovation Park. En hij geeft ook aan, bij succesvolle certificering op het testpark willen wij een aantal commerciële projecten in het Emiraat Sharjah gaan implementeren. Nou, en ook in Abu Dhabi zijn ze bezig met de ontwikkeling van Unisci String Technologies. Ook daar zien we Anatoly Unisci met Oleg Seretsky weer op de foto. Ze zijn nu aan het kijken voor 3 commerciële trajecten in het Emiraat Abu Dhabi. Dus al met al zie je positieve ontwikkelingen verschijnen. En ik snap dat wij dat eigenlijk zwart op wit willen hebben. Met een grote krantenkop willen zien van hier komt een commercieel project. Nou. Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren, alleen wanneer is dat dan? Nou, nu in ieder geval niet. Maar dit soort informatie die ik nu met jullie deel, die kunnen jullie eigenlijk al in de positieve kant steken en gewoon rustig blijven en zeer zeker rustig de ontwikkelingen volgen. Daarnaast hebben ze ook samenwerkingen met universiteiten en dat is ook zeer belangrijk, want Anatoly Unisci is natuurlijk ook op leeftijd. We worden allemaal ouder. Er is nog geen uitvinding gedaan om ons ook daadwerkelijk te verjongen. Dus we worden ouder, maar onze kennis moet natuurlijk wel worden overgedragen. En dat gebeurt ook dagelijks. Dus achter de schermen gebeurt gigantisch veel. Er worden studenten opgeleid. Studenten kunnen afstuderen op producten van Unisci String Technologies. Dus wereldwijd hebben ze samenwerkingen met universiteiten. Daarnaast maakt het Sharjah Research Technology and Innovation Park ook onderdeel uit van de University of America. En die heeft ook weer banden met internationale universiteiten. En denk hierbij bijvoorbeeld aan de Universiteit van Boston, Cambridge. Noem het eigenlijk zo gek maar niet op. Dus al die samenwerkingen achter de schermen zijn er al. En dit is een sheet van hoe lang zou het ongeveer duren om een traject te implementeren. Nou, als alles meewerkt, dan duurt het ongeveer 2 jaar. Deze sheet kun je trouwens vinden op de vernieuwde site van www.ust.inc. Ik zeg het bewust even zo, zodat iedereen weet waar je naartoe kunt. Daar kun je deze informatie ook rustig bekijken. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvaHunter. En wat doe ik? Ik maak visualisaties van Unisci String Technologies om mensen ook op die manier mee te nemen in het idee van Anatoly Unisci. Hoe ziet het eruit? Wat is er mogelijk? En hoe kan ik het ervaren? Want je kunt een 3D-tekening maken, maar dat geeft nog geen goede realiteit weer. Nou, dit zijn ook weer een aantal foto's. Deze zijn genomen in de omgeving van Nijmegen. En dan zie je uiteindelijk hoe dat eruit ziet. Je ziet heel veel ruimte voor de natuur. Het mooie van augmented reality is dat je direct een totaal ervaring krijgt. Dus uiteindelijk zou je zo'n commercieel traject willen implementeren. Weet je ook direct wat je implementeert. En weet je ook gewoon waar je aan toe bent. Dit is een sheet met een aantal informatiekanalen die je kunt raadplegen. De bovenste is voor onze back-office. Dat is www.skyway.capital. De tweede is de Skype groep, dat is een nieuwe Skype groep. Ik weet dat ik ook al een aantal webinars aangeef dat ik die ga lanceren. Maar hij zal ook binnenkort gelanceerd worden.
Dan krijg ik mijn Telegram-kanaal. Ik krijg er heel veel waarde aan om aan te geven dat het soms wel eens kan zijn dat de huidige technologie ons in de steek laat en dat we dan even moeilijk bereikbaar zijn. Dus we zien hier eigenlijk allemaal informatiekanalen waarbij jullie toch met ons in contact kunnen komen. En ja, mijn vrijblijvende advies is dan ook om ervoor te zorgen dat je in ieder geval een aantal van deze informatiekanalen tot je beschikking hebt, zodat je ook ons kunt contacteren mocht er een probleem zijn, dat je in ieder geval weet dat het gewoon werkt en dat er niks aan de hand is. Dan krijgen we de officiële site, dat is www.ust.inc. Dan krijgen we de officiële site van Anatoly Junitsky zelf, dat is www.junitsky.engineer. En dan krijgen we de Facebookgroep, daar ben ik beheerder van en ik deel daar zoveel mogelijk informatie, ook weer alleen officiële informatie met jullie, zodat jullie de ontwikkelingen rustig kunnen volgen en uiteindelijk ook de rode draad kunnen blijven volgen. Dit zijn contactgegevens van Nettie Sommers en mij. Mocht er een probleem zijn met een betaling of een ander probleem, laat het ons dan even weten. Wij zijn er voor jullie om jullie zo goed mogelijk te helpen. Wij zijn er helaas niet meer voor om jullie individueel weer op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen. Wij geven tot op heden 52 webinars door het hele jaar. Dat doen we om en om. Dat is niet omdat wij dat niet willen. Dat is juist wel omdat wij dat willen. Omdat wij gewoon willen dat iedereen op een vrijblijvende, laagdrempelige manier deel kan nemen aan dit soort online presentaties. In 2023 gaan wij ook het land weer in. En dan zijn we natuurlijk ook weer geheel tot jullie beschikking. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie. Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, ik wil zometeen nog wat dingen met jullie delen. Maar ik wil voor degenen die de presentatie nu gaan verlaten, in ieder geval jullie hartelijk dank voor jullie tijd, aandacht en energie. En voor de mensen die nog even willen blijven luisteren, in dit geval blijf vooral luisteren. Ik ga de opname stoppen en dan ga ik verder. In ieder geval hartstikke bedankt, fijne avond.